Er is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 16 maart 2016. Dit is het bulletin van woensdag. We beginnen met wat kort nieuws. Hobbysco.nl meldt dat PI6 ATV Fiber Optics als transportmedium gebruikt. Ja, maak je geen zorgen. Het amateurrelay is niet vanaf nu alleen nog via de digitale kabel te bekijken. De Fiber Optics zijn een manier om te voorkomen dat golfpijpen of coaxkabels voor zoveel verlies tussen de hoge antennes en de rest van de apparatuur zorgen dat er van het relay niet veel meer terechtkomt. Een leuke innovatie die bij amateurs niet zo heel vaak ziet. Prinses Joan van de micronatie Sealand is overleden, zo meldt Southgate.arc.org op basis van de website van de BBC. Prinses Joan was weduwe van prins Roy en was 86 jaar oud. Een link naar het artikel op de BBC-site is als het lukt zo dadelijk te vinden op www.pano.ete.nl. Niet zo heel opvallend, je moet er echt naar zoeken, maar Agentschap Telecom plaatst sinds een tijdje aan het begin van iedere maand een nieuw overzicht van ATOFs, van repeaters, bakens en andere experimenten waar je een vergunning voor nodig hebt. Het meest recente overzicht is van 1 maart. Het is op agentschaptelecom.nl te vinden als je in het rode menu ergens in het midden op radiozendamateurs klikt en vervolgens rechts onder meer informatie op onbemand frequentiegebruik. Dan zijn er vervolgens rechts 2 downloads. De onderste daarvan is een Excel-bestand met de ATOFs. Ja, komend weekend verschijnt weer het DCARS magazine. Een sneak preview van dat nummer is momenteel al te vinden op www.hamnieuws.nl. Ja, dan nu even een kort stukje opinie van deze redacteur. RF Finder breidt alsmaar uit. RF Finder is een site en een app die wereldwijd repeatergegevens aanbiedt. Dat wil zeggen tegen betaling. Ik ben een klein beetje dubbel over het initiatief. Enerzijds vind ik dat de gegevens gewoon openbaar moeten zijn. Aan de andere kant betaalt de site de amateurgemeenschap ook weer terug. Onder andere ARRL en RSDB zijn overgegaan om hun gegevens over te dragen aan RF Finder, omdat die site beide verenigingen daarvoor wil sponsoren. Ook besef ik heel goed hoe verschrikkelijk veel werk het bijhouden en vooral actueel houden van dergelijke lijsten is. Ik ben er nog niet uit. Misschien is het iets voor zendamateur.com om daar een enquête te houden. Wat zou jij vinden dat de Veerland moet doen als RF Finder aan de vereniging vraagt om uit haar naam de repeaterlijsten bij te houden, waarna amateurs alleen nog tegen betaling bij RF Finder die gegevens kunnen inzien. Vandaag deel 7 van de historie van onze zendhobby en daarna morsen. De serie De Historie van onze zendamateur hobby is een eigen productie, bij elkaar gescharreld vanuit een steeds groter wordende groep bronnen, waaronder Wikipedia, Instituut Beeld en Geluid, eerder eigen onderzoek en een groot aantal door mij gelezen boeken en tijdschriften en geraadpleegde websites. In 1940 breekt opnieuw een belangrijke periode aan voor het Nederlandse radioamateurisme. Er is grote behoefte aan kennis omdat het door de Duitse bezetter door middel van een luisterverbod door stoorzenders en vanaf 1943 de verplichte radiotoestelinlevering geblokkeerde oorlogsnieuws van Radio Oranje te kunnen beluisteren. Ook tijdens de bezetting blijven onder Korvers verantwoordelijkheid artikelen in Radio Express verschijnen. Artikelen waarin behoedzaam onder andere het zelf bouwen van toestelletjes voor het beluisteren van Radio Oranje op de Korte Golf en kristalontvangers, die waren belangrijk tijdens de stroomloze periode aan het eind van de bezetting, wordt besproken. Radio Express krijgt aan het eind van 1943 een verschijningsverbod opgelegd. Het blad verschijnt pas weer in augustus van 1945. Na de oorlog blijft Korver nog enige tijd journalistiek medewerker van het tijdschrift voor radiotechniek Rens en Rens. Korver is een fervent voorstander van een politiek en religieus neutrale radioomroep. In dit kader vervult hij tussen 1928 en 1953 een aantal bestuursfuncties bij de AVRO, laatstelijk als algemeen secretaris. Korver is daarnaast van 1930 tot 1934 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme en een tijdlang bestuurslid van het wetenschappelijk radiofonds VEDER. Tot zijn overlijden vertegenwoordigt hij de AVRO tevens in de Raad van Beheer van de NOSEMA. Het is bijzonder hoe in de vooroorlogse periode de radioomroep en het zendamateurisme nauw met elkaar zijn verweven. Dat geldt met name voor de omroepen AVRO en VARA. Zelf ben ik vermoedelijk voor het eerst met het radiovirus besmet geraakt door de wekelijkse columns van AVRO-oprichter Willem Vocht in de AVRO-bode in de jaren 60 en begin jaren 70. Die columns van 1 kolom breed gingen niet alleen over het begin van de radioomroep en over zendamateurisme uit de begintijd, maar ook over astronomie, zwarte gaten en verafgelegen sterrenstelsels. Als tiener smulde ik werkelijk van die columns.
De technische nalatenschap van Jan Korver omvat een 100-tal objecten van wetenschappelijk en historisch belang. Deze vormen de zogenaamde Korver-collectie en maken deel uit van de historische collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De collectie staat nog steeds opgesteld op de experimenteertafels van het RE-laboratorium in het depot van het Instituut voor Beeld en Geluid. Deze collectie is al eerder uitgebreid onderzocht en beschreven. Tijdens deze research, die zich over een 10-tal jaren uitstrekt, maakt de enorme hoeveelheid werk die Korver heeft verzet en de accuratesse en het niveau waarmee hij dit heeft gedaan, diepe indruk. Zaken van Jan Korver die nu het bezit zijn van beeld en geluid zijn onder andere het draadloos ontvangststation voor Den Radioamateur, Den Haag 1915. Het draadloos amateurstation voor ontvangst van telegrafie en telefonie, derde druk Den Haag 1922. Het draadloos zendstation voor Den Amateur, telegrafie en telefonie, tweede druk Den Haag 1923. Het draadloos amateurstation voor de ontvangst van telegrafie en telefonie, delen 1 en 2, achtste druk in 1928. Het superheterodyneboek Den Haag 1936, radioontvangtechniek Den Haag 1939 en radio door zelfdoen Bussum 1946. Amateurs speelden een belangrijke rol in het verzet. Diverse lieten tijdens de oorlog het leven. Ik ga in dit gedeelte van de historie hier niet zo heel diep op in. Misschien later in dit item nog, maar bijvoorbeeld de hiervoor genoemde Steringa Itzeda, de grondlegger van de omroepuitzendingen, was ook in het verzet actief. Tragisch genoeg was het zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid, waardoor hij het leven liet voor een Duits vuurpeloton. In november 1944 ging Itzeda in Wassenaar op zoek naar de restanten van een bij de lancering ontplofte V2-raket die daar vandaan in die periode werd afgevuurd. Hij werd daarbij betrapt, maar werd door de Duitse legerpatrouille die dat deed gewoon weggestuurd. Itzeda kon zijn nieuwsgierigheid echter niet bedwingen en werd later opnieuw door dezelfde patrouille opgepakt. En omdat hij op dat moment restanten van de raket in zijn bezit had, dachten de Duitse militairen dat hij een spion was. Enkele weken later werd hij doodgeschoten. In de meeste landen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog onze hobby verboden. Dat was ook in Nederland onder de bezetter uiteraard het geval. In Duitsland konden vanaf 1924 verenigingen een experimenteervergunning krijgen. Individuele amateurs kregen geen vergunning en dat leidde ertoe dat de meeste amateurs in die tijd als illegale amateur opereerden. Daar kwam nog bij dat AM in die tijd steeds populairder werd, maar de verenigingsvergunningen die stonden alleen morsetelegrafie toe. In 1933, hetzelfde jaar dat ook Hitler aan de macht kwam, werd het in Duitsland ook mogelijk om zogenaamde zendvergunningen voor radiovrienden te krijgen. Vergunningen dus voor personen. Dat aantal groeide in de jaren daarop uit tot 600 in het jaar 1939. Ik heb dat niet met zekerheid kunnen achterhalen, maar vrijwel zeker werden die vergunningen aan het begin van de oorlog ingetrokken. In elk geval werden er in 1939, vanaf het begin van de oorlog in Duitsland dus, zogenaamde Kriegsfunksendegenehmigungen uitgegeven. Amateurvergunningen tijdens oorlogstijd dus. Ik had daar nog niet eerder van gehoord. Het waren er niet veel. Aan het einde van de oorlog waren er 100 van deze Kriegsfunksendegenehmigungen. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping 's avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet.